En dan nog dit. Op die 3 uurtjes die ik geslapen heb, of 3,5 uur, pak 3,5 uur. Hè. Op die 3,5 uur die ik geslapen heb ik gewoon 3 nachtmerries gehad. Maar eigen, what the fuck, je. Eerste nachtmerrie had ik gedroomd dat Celine een man was. Dus ik een muilen tegen bewijst dat. Doet die haar body opzij, komt er gewoon een patat van een pummel en ballen uit. Je. What the fuck, je. Daar ben ik half van wakker geworden. Dan mijn tweede nachtmerrie, dat ben ik vergeten. Dat ben ik echt vergeten. Dus dat is goed. Maar hoe weet je dat je een nachtmerrie had? Je weet dat. Je kent dat wel. Dat je zo niet kunt uitleggen wat je aan de hand had, maar dat toch zo gedroomd hebt. En dan mijn derde droom. Ik zat ergens in een of ander junkiehuis. Ik kan één detail niet zeggen, want dan ben ik een racist. Maar ik weet niet hoe ik daar terecht was gekomen en zo. Ik moest even, was ik iets gaan doen, een huis verder, of iets gaan wegbrengen of zo. En dan kwam ik terug en mijn gsm was weg. Die hadden mijn gsm gepikt. Ik zeg, wat? Dus ik druk op mijn horloge, hè, zoek mijn iPhone en ik kan zo met mijn iWatch kan ik zo mijn gsm laten ping doen. En ik weet waar mijn gsm is. Hè. Ligt daar zo'n oude Nokia en die trilt. En daar stond opgeschreven, een iPhone wordt gezocht, of zwaar is iets. Ja, maar dat is in een droom, hè. Dus dan kan alles. Hè. Dus een iPhone wordt gezocht. Ik gaan flippen, mijn gsm. Dus dan ben ik, oh my god, nu weet ik het weer. En dan ben ik naar de flikkie gegaan, aangifte gegaan, ben ik thuisgekomen. Was ik aan het wenen bij Kelly. En toen zei hij, was scheeld. Ik zeg, alweer al mijn foto's kwijt. En omdat mijn gsm nu weg is, weet je, dat kan me gestolen worden. Dat interesseert me minder dan mijn foto's. Hè. En zo ben ik wenen. Oh, fuck. Oeh, dat is als je met één hand rijdt, hè. Mijn fritten vielen om. De Big Burger kwam eruit. Dus ik dacht dat mijn fritten gingen vallen. Dus ik wou die tegenhouden, maar ik was net een traag in een bocht. Waardoor dat, ik mijn sturen heb losgelaten om mijn fritten te redden. Maar ik was net keihard een traag. Dus mijn auto ging even voorrecht door. En dan heb ik wel geremd. Hanne, kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Kom hier! Ja, ik ben aan het filmen, ik ben een video aan het maken. Kom hier. Dit is Hanne. Hey, Hanne. Jawel, dat is voor een video voor online te zetten. Oh, nee, niet op hey. Insta. Hanne, heb je pas wakker of zo? Ja, of? Echt? Ben je weg geweest? Nee, jawel, kijk, er is nou, die stoppen voor mij, die laten mij door. Je weet toch wie ik ben, hè? Dat is waar, de prins van Oké, ik ga weer verder gaan. Want ik was een vlog aan het maken, dus ja. Dat komt er gewoon in. Hey, ciao. Ciao, ciao. Ja, dus weet ik veel wat ik nog aan het zeggen was. Maar alleszins, accident voorkomen, omdat ik zo'n goede reflexen heb, dat ik toch nog kan nadenken. Oh. Ik heb wel lekkere fucking fritten bij. Oh my god. Echt een goed potje joppie saus. Berenhap. Chicken nuggets. Koude servela. 3 Bikkie Hawaii. Ik wou eerst 2 broodjes van €3,60 nemen. Maar dan heb ik 3 broodjes van €2,80 genomen. Want dan heb ik 3 broodjes voor 40 cent meer. Ik weet dat dat verkeerd is wat ik heb uitgeteld. Maar even een potje open doen. Ik weet dat het verkeerd is wat ik heb uitgeteld, maar who cares. Maar ik heb wel nog altijd een glimlach op mijn gezicht, hè. Dat kun je me niet ontkennen, hè. Dus, ja, voilà. Ik rijd de parking binnen. Er zijn allemaal dikke auto's. Nee, juist niet. Geen enkel. Hier komt niks boven €50.000 uit. Misschien wel één, die van mijn buurman. Mijn buurman die kan niks slecht doen in mijn ogen. Zo'n goede mens, zijn vrouw kan ook. Zoveel fucking geduld, hè.
keer met één hand. Maar ik kan alles, ik. Ja. What's it gonna be? Oeh, dat is wel heel kort hier met mijn spiegel. Degene die uitrijdt heeft zelfs wel problemen. Dat ga ik al niet zijn, want ik rij normaal niet. Dat is uitzonderlijk. Die wijven, die meisjes weten dat die me kunnen op pad sturen voor fritten te halen. Daar ben ik altijd wel voor te vinden. Maar dat weet iedereen wel, hè. Dat ik onkoopbaar ben met eten. Heeft met mijn jeugd te maken. Ik kan dat ooit zeggen, op 20.000 volgers, wanneer Thierry van der Wart zijn fucking haren blond gaat verven. Oh, er komt nog iemand binnen, na mij, ofwel heb ik op dat knopje geduwd. We zullen zien. Nu staat net een auto boven de 50.000 euro, zeg ik, nee, nog geen 100 jaar, in geen 100 jaar. Ik weet niet wat dat is, Skoda of zo. Skoda Fantasia. Skoda Neptuna. Ik ben gewoon nog wat schepen aan het opnoemen van MSC. Oeh, hier heb je een los hond. Dat moet hij maar doen op video, hè. Maar omrijden. Oeh. Wat een pad moet ik toch afleggen, hè. Nee? Oh, mijn lift staat ook nog van de juist. Hoppa. Ik doe wel een zak. Pas zak leeg, maar terug volle zak. Oh, mensen zeggen, ja, jullie zouden een serie moeten hebben. Ik kan al een serie op mijn eigen maken, gewoon. Met alle dingen die ik meemaak en beleven. En dat is echt gestoord, hè. Dat is echt zot. Kijk. Oh, dat is precies mooi met zonnebril en mijn scherm gekeken. Bon, ik ga jullie laten. Waarbij. Sleutel tegen de grond. Oh, ik hoor hier al de föhn. Oh. It's vlogging time! Hey Kelly, is je nat? Nee, alleen haar. Je ziet er nat uit. Wat staat er? Ik ga het niet aan spelen. Dat is voor een andere keer. Dat we dat gaan uitleggen. Wauw, dat is. Ja. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Let's work it for Miley.